Hey, super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik jullie wat meer vertellen omtrent nagels. Vooral over nagellak, maar ook gel lak en base coat en topcoat. Ik kreeg namelijk de vraag waar eigenlijk al die topcoatjes en base coatjes nou verdienen. Ik heb zelf tegenwoordig een nieuwe manier van nagels lakken, waardoor mijn nagellak eigenlijk heel lang mooi blijft. En ik wil die graag met jullie delen. Dus eigenlijk gewoon even een algemene video omtrent nagels, maar ook wat verzorging komt langs. Ik ga er heel eerlijk bij zeggen, ik ben geen professional. Ik ben geen nagelstyliste of wat dan ook. Dit is een routine die ik mezelf heb aangeleerd, die ik nu zelf eigenlijk gewoon toepas en wat voor mij heel goed werkt. Dus misschien doe ik dingen wel op een manier waarvan een professional zegt, goh, wat doe je dat raar? Ja, ik ben nogmaals geen professional, dus ik doe mijn dingen op mijn eigen manier. Maar omdat deze video toch was aangevraagd, wil ik jullie toch even het een en ander daarover vertellen. Mocht jij benieuwd zijn na deze video, kijk dan zeker even gezellig mee hoe ik mijn routines uitleg. Ik ga even beginnen met de nagelverzorging. Als ik mijn nagels doe, vind ik het ook belangrijk dat mijn nagelriemen teruggeduwd worden. Mocht je niet weten wat je nagelriemen zijn, dat zijn deze randjes die hier op je nagel zitten. Die duw je dus terug en dit doe je met een bokkenpootje. Ik heb twee bokkenpootjes. Ik heb namelijk een plastic bokkenpootje. Je gebruikt dit deeltje om je nagelriemen mee terug te duwen. En met dit uiteinde kun je dus het overige van je nagelriem eraf halen. Ze noemen dit een mesje. Het is ook vlijmscherp. Dus doe je hier heel voorzichtig mee. Want als je te veel weghaalt, kan het gaan bloeden. En dat doet echt onwijs zeer, kan ik je uit ervaring vertellen. Dus dat is deze. Ik vind deze niet zo heel erg fijn, want deze is best wel kwetsbaar. Best wel snel breekbaar. Ik gebruik tegenwoordig een... Eentje van ijzer of metaal. Gebruik ik dit deeltje en dan deel ik dus mijn nagelriemen mee terug. Er zit ook een soort achterkantje aan waardoor je het velletje weg kan halen. Dit vind ik iets minder makkelijk werken. Dus dan gebruik ik gewoon dit achterkantje zeg maar om het overige velletje eraf te halen. Nou, dan zijn je nagelriemen gelijk wel heel erg uitgedroogd. Dus wat ik je kan aanraden is een nagelolie. En ik heb ook even een nagelolie gepakt. Ik heb twee soorten. Ik heb namelijk echt een Caring Nail Oil. En deze is van Essence. Dit heeft ook een applicator die je bij lipgloss gebruikt. Ik ga hem even niet uit het flesje halen. Want dan zit hier waarschijnlijk alles onder de olie. En het is gewoon heel erg vet. Daar kun je je nagelriemen zo mee in smeren. Het beste is om dat gewoon even met je vinger in te wrijven. Of met een doekje. En het even een tijdje te laten zitten. Het beste is misschien nog wel om dit ook 's nachts te doen. Maar ja, je wil ook niet dat je hele bed onder de olie zit. Althans, ik ben zo iemand. Ik ga er niet zo goed op. Ik vind het op een gegeven moment lekker om dit eraf te halen. Maar je zou dus bijvoorbeeld ook een soort van, ja, als je handschoentjes hebt, dat je die overige dingetjes om je vinger heen doet. Zodat het kan intrekken. Deze is dus van Essence, maar ik heb ook een hele fijne van... kruidvat. En deze die kan dus ook weer op je hele nagel. Waardoor je nagel gelijk weer wat meer voedender wordt. Ja, je nagel wordt natuurlijk best wel, krijgt best wel veel te verduren voor als je veel je nagels lakt. En dat is deze nagelolie. Die is nog wat vetter dan degene die ik nu liet zien. Maar wel een hele fijne olie die je ook gewoon op je nagelriemen kunt gebruiken. Die van Essence weet ik ook niet of die nog verkrijgbaar is. Want die heb ik al een tijdje. Maar van kruidvat hebben ze gewoon zo'n hele nail care lijn. Dus dat is heel erg prettig. Daarnaast vind ik vijlen ook een heel belangrijk ding. Als je lange nagels wilt, knip niet. Vijl alleen. En dit kost best wel wat meer tijd als knippen. Maar knippen, dat tast eigenlijk je nagelbed aan. Daar kunnen ze voor gaan splijten. Dus eigenlijk altijd vijlen. Mocht je nou gewoon alleen maar korte nagels willen. En je hebt zoiets, ja, ik hoef geen lange nagels. Want ik vind korte nagels praktischer. Of ik kan met lange nagels mijn weg niet vinden. Kun je natuurlijk wel knippen. Maar vijlen blijft het beste. Ik gebruik zelf altijd een glasvijl. Deze is gewoon nu toevallig van de Action. Dat is deze vijl. Het beste is, ik ga het nu niet veilen, ik laat je alleen de beweging zien, om niet zo te veilen, dus niet heen en weer te gaan, maar echt naar één kant. Dus je nagel gewoon naar één kant veilen, zodat alle haaltjes weg zijn. Dus
Want als je dit gaat doen, dat is niet zo goed voor je nagel. Maar één kant op, dan wordt het ook gelijk een stuk egaler. Nou heb je dus deze nagelvel, een glasvel. Je hebt heel veel verschillende soorten velen. Misschien vind je een papieren vel wel fijner. Ik heb zo even een heel klein papieren veltje. Dat is even deze. Zoals je kan zien zijn deze veltjes best wel dik. Het handige van dit soort veltjes is... dat als op een gegeven moment wordt dit natuurlijk helemaal ruw, als je hem te vaak hebt gebruikt, denk je, kan ik mijn nagelvel weggooien. Niks is minder waar, want zoals je kan zien, hij heeft best wel een dikte. Je kunt het bovenste laagje eraf trekken en er zit er gewoon weer een nieuw veldje onder. Ik weet niet of dat bij dit veldje is, maar de meeste van die velen zijn best wel dik. Dus dan kun je het bovenste laagje eraf halen, komt er weer een nieuw vel plakstripje tevoorschijn. Dit kun je net zo lang doen totdat... ja, je de laatste nagelstrip opgemaakt. Maar je hoeft hem dus niet gelijk weg te gooien naar een paar keer veilen. Dus dat is eigenlijk eventjes deze nagelvel. Ik vind dat zelf altijd heel belangrijk. Ik vel altijd mijn nagels. Ook vind ik het heel belangrijk om mijn nagelbed te veilen. En hiervoor gebruik ik een blokveldje. Dat is deze. Deze heb ik ooit bij de Action gekocht. Maar ik weet dus niet of ze deze op dit moment nog hebben. Maar... volgens mij, soms komen die dingen ook nog wel weer eens terug. Maar Kruidvat kan je dit ook wel kopen. Of een AliExpress, net wat je fijn vindt. Dit is een vier stappen vel. Je hebt allereerst een grove kant. Dan ga je naar stap 2, dan heb je medium. Stap 3 is fijn. En stap 4 is polijst. Daar worden ze dus heel glad van. En zo verwijder je eigenlijk alle dode huidresten van je nagels. Dus dat is heel erg prettig, wat ik ook echt heel vaak gebruik. Ook heb je nog elektrische veilen, maar die vind ik vooral heel fijn om te gebruiken bij het zetten van nepnagels. Wat ik soms nog wel eens doe is met zo'n veldje eventjes de randjes van mijn lak wegveilen die ik dus met nagellak remover niet wegkrijg. Ik heb het apparaatje nu even niet in deze video gedaan, omdat ik hem eigenlijk voornamelijk gebruik met nepnagels. Maar daarmee veil ik nog wel eens de randjes weg. Maar dat is ook best wel grof. Dus het is niet heel goed voor je nagels. Dus het is niet dat ik dat heel vaak doe. Daarnaast je nagellak verwijderen is ook wel... gebruiken we natuurlijk nagellakremover voor. Het beste is om dit zonder aceton te doen. Want aceton dat is niet zo heel goed voor je nagels. Gelukkig hebben steeds meer nagellakremovers geen aceton in zich. Dus gebruik eigenlijk het liefste een nagellakremover zonder aceton. Omdat dit het beste is. Het is iets milder voor je nagels, zeg maar. De vraag over base coat. Je hebt verschillende soorten base coats. Nou, laat ik allereerst beginnen. Waarom gebruik je een base coat? Een base coat is eigenlijk puur ter bescherming van je eigen nagel, zodat die niet gaat verkleuren. Als jij geen base coat gebruikt en je gaat gewoon je nagels lakken, is de kans aanwezig dat je nagelbed de kleur van de nagellak gaat aannemen. Dit moet er ook weer uitgroeien. Dus het is heel erg lastig als jij bijvoorbeeld een heel donker kleurtje hebt gebruikt. Je hebt geen base coat gebruikt. En jij bent net de persoon die het niet getroffen heeft. Waar de nagellak bij in het nagelbed is getrokken. Dat je moet wachten tot het er uitgegroeid is. En ga je er dan een lichter nagellakkleurtje over aanbrengen. Is de kans heel groot dat je die donkere nagelplekken zult blijven zien. Omdat het in je nagelbed zit. Ja, en dat is gewoon een heel belangrijk deel van je nagels. En daarom gebruik je eigenlijk een base coat. Puur ter bescherming van je eigen nagel. Zodat de nagellak niet in je nagelbed kan trekken. Dit voorkomt het. Nou, je hebt verschillende soorten base coats. Allereerst heb je gewoon echte base coats. Dit is een nieuw base. Dit is een 24/7 van Essence. Een hele fijne, deze droogt mat op. Dus je voelt eigenlijk niet dat er nog een laag onder je nagels zit. Want je hebt niet het gevoel dat er echt een nagellak op je nagels zit. Omdat die dus mat opdraagt. Dit is ook heel, de structuur van dit soort producten is heel erg licht. Ik heb hier even van Essence. Ik heb ook eentje bijvoorbeeld even van Hema erbij gepakt. Deze is glimmend. Deze geeft een glanzende laag. Deze structuur is ook iets steviger als deze. Maar dat is iets wat je zelf kunt beslissen om te doen.
Maar je kunt ook verzorgingsproducten gebruiken. Bijvoorbeeld een XXL nail thickener heb ik hier eventjes van Essence. Dit kun je eigenlijk allemaal als base coat gebruiken. Je kunt ook een gewone transparante nagellak gebruiken. Alleen het risico daarvan is dat de structuur wat dikker is dan van een echte base coat. Waardoor je dus gelijk weer een hele dikke laag op je nagels hebt zitten. Maar eigenlijk kun je alles wat transparant is wel gebruiken als nagelbasis. Het is alleen even puur van ja, wat is voor jou prettig. Wat werkt voor jou fijn? Mijn voorkeur gaat dan toch wel uit naar een echte nagelbasis. Maar tegenwoordig heb ik dus een nieuwe routine en ik gebruik dus nu een nagelverharder. Ik ben op dit moment, excuseer mijn stem, is een beetje weg aan het gaan. Een nagelverharder en deze is van Herome. Herome is best wel een duur merk, maar het is echt een hele goede nagelverharder. Deze maakt je nagels ook gelijk heel sterk. Nou hoor ik je misschien denken, ja, nagelverharder, dat is een kuur. Dat klopt. Ik heb ook eventjes hier een nagelverharder liggen van de Kruidvat. En hier staat het kuurtje ook op. Nagelverharder versterkt eigenlijk je eigen nagels. Die maakt ze dus sterker, zodat ze minder gaan scheuren. Waardoor je nagels dus gewoon sterker worden, minder snel inscheuren, minder snel breken. Nou ja, hoe dit eigenlijk werkt is in etappes. Namelijk de eerste dag breng je een laag aan op je schone en je droge nagels. Dat laat je goed drogen. En dan op dag 2 breng je de tweede laag aan. Nou, en op de derde dag zou je de oude laag weer moeten verwijderen. En weer een nieuwe laag aanbrengen. En dit zou je 2 weken moeten doen. En 2 tot 3 keer per jaar, dan zou je nagels dus ultiem sterk zijn. Ik ben heel eerlijk, ik heb daar het geduld niet voor. Ik heb altijd gekleurde nagels. En ik heb gemerkt dat mijn nagels ook wel sterker worden als ik hem gewoon als base coat gebruik. Dus tegenwoordig gebruik ik deze nagelverharder als base coat. Deze van Herome dus, omdat die voor mij heel goed werkt. Maar zoals ik al zei, je hebt dus ook goedkopere varianten. Dus zoals bijvoorbeeld deze van het Kruidvat. Dus ook gewoon een transparante. En ja, daar worden je nagels ook gewoon wat sterker van. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje de verzorging van de nagels. Ja, dan de nagellak. Als je de base coat hebt aangebracht, kun je nagellak aanbrengen. Ik heb ook even een kleurtje meegebracht. Ik heb nu toevallig ook dit kleurtje op. Dit is eentje van de Gel Nail Polish in de kleur 11 Forever Young. Ik heb dus een nieuwe methode van mijn nagels lakken en ik doe dit ook eigenlijk altijd bij de televisie, want nagels drogen duurt best wel lang. Je kunt het ook onder lauw warm water doen, maar dit wordt eigenlijk alleen stofdroog. Het echte uitharden gebeurt wel echt gewoon aan de droge lucht, dus doe het vooral als je gewoon ja, lekker televisie zit te kijken of misschien YouTube zit te kijken, weet je, Netflixen, ga er iets bij doen. Want dan vergeet je de tijd en voor het weet zijn je nagels dan droog. Wat ik altijd doe, ik gebruik 2 lagen. Het ligt wel een beetje aan de kleur, hoe dekkend die is. Dit is een vooral dekkend kleurtje. Ik breng eerst een laagje aan. Die laat ik goed drogen. En dan de tweede laag, die breng ik aan. En daar doop ik elke keer het kwastje opnieuw in mijn potje. En dan laat ik het kwastje een beetje schuin aflopen. Dus ik doe hem eigenlijk, wat ik doe is zo. Zo lak ik dus de tweede laag en ik doop hem dus elke keer voor elke vinger opnieuw in het potje, zodat er lekker veel lak aan het kwastje zit, waardoor mijn nagel goed geraakt wordt. En wat ik dan altijd doe, ik lak ook dit randje mee. Ik heb best wel lange nagels. Ik lak ook dit randje mee, waardoor die ook gekleurd wordt, waardoor de laag weer gelijk een stuk dikker wordt, waardoor de beschadigingen minder snel komen. En dat is eigenlijk de truc die ik de laatste tijd toepas, wat voor mij heel goed werkt. Waardoor ik dus eigenlijk gewoon, ligt wel een beetje aan de nagellak, 6 tot 7 dagen kan genieten van mooie nagels. Soms beschadigt het wel iets eerder. Maar over het algemeen gaat dit goed. Nou moet ik ook heel eerlijk zeggen, als ik schoonmaak, want dat zijn natuurlijk de dingetjes waardoor je nagellak snel chipt. Ik gebruik altijd handschoenen. Dit komt niet alleen vanwege mijn nagellak, maar ook omdat ik heel snel last heb van eczeem. Dus ik gebruik dan altijd
handschoentjes. En ik doe dit ook met afwassen. Maar zo blijven mijn nagels ook wel wat mooier. Want hoe meer je in aanraking komt met water, hoe sneller je nagellak ook slijt. Dus dat is eigenlijk even over gewone nagellak. En de topcoats, daar komt natuurlijk ook de vraag over. Ik gebruik nu toevallig deze Superdry Gloss topcoat van Catrice. Dit is gewoon een topcoat. Hij was doorzichtig hoor. Hij was doorzichtig, maar door de kleuren die ik erin heb gedipt, wordt het nu een beetje roze. Het ziet er niet heel fris uit, maar ja, dat krijg je met topcoat. Een topcoat gebruik je puur ter bescherming van je nagellaklaag, zodat die en een mooie glans krijgt en wat langer blijft zitten. Je hebt ook matte topcoats, maar ik kies altijd liever voor een glanzende, want dat vind ik gewoon een iets mooier resultaat geven. Puur ter bescherming van je nagellak, waardoor je nagellak ook weer wat langer blijft zitten. En ik lak dan ook weer dit randje mee en ik lak ook de binnenkant van mijn nagel. Dus ook dit, echt waar mijn nagel uitsteekt, dat lak ik ook mee. Ja, het is gewoon een routine die ik nu aangewend heb en dat werkt voor mij gewoon super tof en super goed. Nou had ik er net al even over hoe je je nagellak sneller kunt laten drogen. Daar heb je dus een aantal trucjes voor, zoals ik die net noemde onder de kraan. Daar heb je ook speciale nageldrogers. Daar kun je je nagel opleggen en dan blaast hij je nagel droog. Maar ook dit maakt je nagel eigenlijk alleen maar stofdroog. Dus het is niet dat je nagel gelijk weer van alles kan gaan doen. Puur stofdroog en stofdroog, ja. Het is niet helemaal droog. Dus laat ze minimaal wel 5 minuten uithouden hoor, voordat je echt weer verder gaat. Want dat is gewoon het beste. Ook heb je bij Essence speciale Express Dry Drops. Die kun je er ook op doen. Zijn ook best wel vettig. Hierdoor wordt je nagel ook sneller stofdroog. Maar ik blijf erbij. Aan de lucht drogen is gewoon het beste. Nou ja, en dan natuurlijk de randjes. Die zijn ook altijd heel belangrijk. Hiervoor heb je speciale pennen. Dit zijn Nail Polish Corrector pennen. Dit zijn pennen met een tip. Hiermee kun je dus, hier zit gewoon, deze zijn doordrenkt met nagellak remover en hier kun je dus heel makkelijk zo langs je randjes gaan om de overige nagellak weg te werken. Je kunt natuurlijk ook een wattenstaafje gebruiken, maar vaak haal je dan iets te veel nagellak weg, waardoor dit soort pennen gewoon heel fijn zijn. Je hebt deze ook van het Kruidvatmerk en Catrice Essence heeft ze ook in het assortiment en ik denk andere make-up merken ook zeker. Maar ik ben toch meestal wel van de low budget producten, dus ja, ik gebruik dan vaak gewoon zo een low budget van Essence of Catrice of die van Kruidvatmerk. Ik vind die van Kruidvatmerk trouwens tot nu toe nog wel het fijnste. Dan wil ik ook nog even stilstaan bij de gel nagellak. Daar wil ik nu even over hebben. En je hebt natuurlijk twee soorten gel nagellak. Want tegenwoordig heb je ook gel nail polish die zonder lamp drogen. Daar wil ik even mee beginnen. Ja, ik vind persoonlijk niet dat je hier echt de gel nagellak effect van krijgt. Want ik vind het eigenlijk gewoon een nagellak. Het is niet zo mooi glanzend als bij een gel nagellak die je onder de lamp droogt. Maar het kan een snellere manier zijn als je niet zoveel tijd hebt. Ik heb nu toevallig even de nieuwe van Essence. En hier heb je dus ook een base coat voor nodig. Hier, deze zijn speciaal voor bij die gel nagellak. Dat is deze. Dit is de Extreme Last Base Coat. Nou ja, het werkt eigenlijk hetzelfde zoals ik het eerder heb omschreven. En dan heb je deze kleurtjes. En dit zijn dus een soort van gel nagellak. Ik weet van deze nog niet hoe ze zelf opdrogen. Mijn ervaring met de eerdere gel polish van Essence, dat zijn dus deze flesjes. Zoals ik het nu ook op heb, die geven niet echt een gel effect, vind ik zelf. En dan breng je dus zo'n kleurtje aan, hoeveel laagjes je wilt. En uiteindelijk coat je hem af met de Extreme Shine topcoat. Misschien geeft deze wel een meer gel nagellak effect hoor, maar dat weet ik dus nog niet. Maar de vraag die ook veel kwam was gel nagellak, hoe je dat dus doet. Ik heb hier een nieuw bakje en dit zijn allemaal kleurtjes, deze komen van de Action. De Action heeft helaas geen topcoat. Je hebt wel een base coat. Dit breng je aan. Dit droog je dan 2 minuten onder de lamp. Hier heb je dus een lamp voor nodig. Action heeft ook van die lampen gehad. En op dit moment hebben ze deze lamp in het assortiment. Dit is de Medisana lamp. Dit is een UV nageldroger. En deze is dus heel gezet. Ook een timer op trouwens. En deze die kan worden gebruikt voor UV-lak, gel-lak, zelfs polygel-lak, hard die uit.
Het is echt een hele, hele fijne lamp. Ik heb hem voor het eerst gebruikt en ik ben hier heel erg blij mee. Maar je hebt dus een lamp nodig. AliExpress heeft ook wel lampen. Ik heb deze lamp voor mijn verjaardag gehad en ik ben met deze lamp heel blij. Dus dit steken van dit stopcontact zet je aan. Je kunt de timer aanzetten en na 120 seconden gaat hij automatisch uit. Dan weet je dat je lak gedroogd is. Eerst dus een base coat. Dan kies je dus een kleurtje. Je kunt hier ook meerdere lagen van aanbrengen. Maar het verschil is wel dat dit een heel hard plakkaat wordt. Dit wordt veel, veel meer een hardere laag dan bij gewone nagellak. Dus het is wel de bedoeling dat je het heel goed raakt. En je moet je randjes dus schoonmaken voordat je hem onder de lamp doet. Want als je hem eenmaal onder de lamp hebt gehad, dan krijg je die randjes heel moeilijk nog weg. Dat moet ja, dan niet meer met nagellak remover. Dan zou je hem inderdaad zo of met zo'n bokkenpootje weg moeten halen, die overige randjes. Maar dat is eventjes het verschil. Ook deze droog je weer 120 seconden onder de lamp. Mocht je daarna nog een laagje willen aanbrengen, doe dan weer eventjes die 120 seconden onder de lamp. Nou ja, hier heb ik dus nog een hele oude topcoat bij. Want deze komt nog uit de Gel Nails at Home line van Essence. En ja, die breng ik er dan over aan, zodat het echt een heel mooi effect wordt. En dan heb je echt hele mooie gel nagellak. Gel nagellak blijft wel wat langer zitten, want gel nagellak blijft echt soms wel 7 dagen zitten. Echt hele goede gel nagellak, zelfs nog wel 14 dagen. En dit kun je er gewoon aftrekken. Dat kun je gewoon, als dat loslaat, dan trek je het er zo af. Maar ik vind ook wel dat gel nagellak je nagels weer wat meer beschadigt. En dan gebruik ik ook echt gewoon alle potjes vallen op de grond. Deze vel om mijn nagels weer glad te veilen. Ik zal de potjes even oprapen. Alleen bij gel nagellak, heel veel gel nagellak, die laat een hele vettige laag achter. Dus eigenlijk wordt er dan aangeraden om een primer te gebruiken om daarmee je nagels schoon te maken. Ik doe dit zelf gewoon altijd met pure alcohol. Deze is gewoon van het kruidvat. En hiermee doe ik dit doe ik dan op een wattenschijfje en dan ga ik mijn nagels gewoon schoonmaken. Dan haal ik die plaklaag eraf en dat werkt voor mij eigenlijk veel beter dan een primer. Ik heb namelijk de hele Gel Nails at Home set van Essence en die primer die werkt echt voor gemeten alcohol, werkt echt veel beter. Maar dit zijn dus lakjes van Essence, volgens Essence van Max & More van de Action. Volgens mij hebben ze die op het moment helaas ook niet meer. Maar je kunt dus ook Sally, is dat van Sally Hansen? Ja, volgens mij hebben die ook hele goede gel nagellak. Maar als je echt een nagellak wilt die onder de lamp droogt, dan kom je toch echt wel op de wat duurdere nagellakjes uit. Omdat toch de meeste make-up merken tegenwoordig overgaan op die nagellak die zonder lamp hoeven te drogen. Dan was dit ook eigenlijk gelijk de video omtrent de nagellak. Ik hoop dat het voor jullie wat duidelijker is geworden wat welke functie heeft. Misschien was het voor jullie leuker geweest als ik mijn nagels zou gaan lakken. Maar dat heb ik niet gedaan, want ik heb mijn nagels zijn nu nog heel erg mooi. Dus ik vind het zonde om ze opnieuw te gaan doen. Maar ik hoop dat je wat kunt hebben aan deze tips. Mocht je nog vragen hebben, stel ze gerust even in de comments. Maar ik hoop dat ik het een beetje goed en duidelijk voor jullie heb uitgelegd. Ja, dan was dit ook eigenlijk gewoon gelijk weer de video. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je natuurlijk even gratis abonneren. Dat kan ook even door het rondje op mijn gezicht te drukken. Dan ben je ook gelijk geabonneerd. Maar doe je het via mijn eigen kanaal, vergeet dan ook even niet dat belletje aan te zetten. Want dan komt er een melding zodra er een nieuwe video online komt. Vond je deze video leuk? Doe zeker even je duimpje omhoog. Dan wil ik je voor nu weer heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij een volgende video weer te zien. Doeg!